Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken. Ik heb weer een super makkelijk design gemaakt wat heel erg leuk is voor deze wintertijd. Nou, dit is het design. Lekker bling, lekker sparkly. Wil je nou weten hoe ik dit gemaakt heb? Blijf dan kijken. Ik heb allereerst mijn ondergrond al gemaakt. Dit heb ik natuurlijk met de blusjes gedaan. Ik heb de kleur Bubbly gebruikt en die heb ik afgelakt met Extreme Matte Top Gel. Ik ga dus van die mooie ijspegels maken, sparkly ijspegels. Dat doe ik dus met de blusjes, met de sparkle blusjes en ik ga de kleur Twinkle gebruiken. Ik heb hem alvast een klein beetje op een palletje gelegd en vanaf hier ga ik schilderen. Ik gebruik hiervoor mijn Detailer 1. En ik ga eerst de bovenkant maken. Dus dat doe ik bij de cuticle. Maak ik eigenlijk een balkje. Dus deze heb ik nu helemaal gemaakt. En vanaf hier ga ik dus die ijspegels schilderen. En ik zorg dat hij een beetje kronkelend loopt. Je kan eventueel je Jessica's Choice pencil gebruiken als je dat fijner vindt om wat kleinere ijspegels te maken. En dat hij echt in een puntje naar beneden loopt. Oké, ik ga nu nog wat meer sparkle aanbrengen. Dus ik laat in die natte laag ga ik hem nog iets ophogen met dat extra gel. En ik zorg er eigenlijk voor dat hij ietsje dikker wordt, zodat er echt genoeg glitter in zit. Bij die eerste laag pak ik niet te veel gel, zodat ik gewoon mooi mijn lijnen kan neerleggen. En nu eigenlijk ga ik hem ietsje ophogen en ietsje meer laten glitteren. Oké, het is nu uitgehard en ik ga hem nu afmaken. Met die ijspegels wil ik eigenlijk nog een relief creëren, dus iets meer ophoging. En dat ga ik doen met topgel uit de pot. Wat het fijne is dat je ook kleinere potjes hebt. Dus dit zijn eigenlijk sample potjes. En daarmee kan ik dus dit gebruiken om het op te hogen. Dit ophogen kan je in principe ook doen met je Detailer 1 of met Jessica's Choice. Je kan hier ook een mix van gebruiken. Wat ik doe is, ik ga eerst eigenlijk een laagje over de sparkle heen lakken. En daarna ga ik hem ophogen. En door dat laklaagje maak ik een soort zwemlaagje waar strakjes de meerdere hoeveelheid gel er makkelijk overheen kan glijden. Soms is het lastig om te zien natuurlijk met die sparkles, maar beweeg de vinger van de klant of je tip goed heen en weer. Dan kan je best wel zien waar de gel ligt en waar niet. Oké, ik heb hem nu overal eigenlijk nat gemaakt en ingekleurd. En dan ga ik hem nu dus ophogen met wat meer gel. Dus ik pak iets meer gel op. En die leg ik er dan op. En door middel van dat laagje die we gemaakt hebben, verdeelt hij zichzelf wel heel goed. Oké, de topgel is uitgehard. Zorg dat je hem ook 1,5 minuut laat afkoelen. En hierdoor krijg je echt de mooiste glans. Belangrijk dat je wel even de plaklaag goed verwijdert. Oké, we gaan nu lekker kijken hoe het is geworden. Oké, dit is hem geworden. Je ziet dat je dus best wel veel verschillende combinaties kan doen met de sparkles en natuurlijk ook met de blushes. En hierdoor kan je echt een winterse look creëren. Dit was hem alweer voor vandaag. Laat in de comments weten wat je ervan vond en ik zie jullie natuurlijk volgende week weer.